Je kijkt naar de sneak preview van de nieuwe bioscoopfilm De Marathon. Waar zijn jullie van? Sorry! De making of? Ik ben er te goed in dit soort dingen hoor. De Marathon is een hartverwarmende comedy van regisseur Diederik Koopal, waarin vier Rotterdamse garagemedewerkers de uitdaging van hun leven aangaan door te trainen voor de Marathon van Rotterdam. We nemen een exclusief kijkje op de set en volgen de dagelijkse routine van de cast en crew. Als het zo doorgaat, wordt het een lachfilm. Hey, ma. Ma. Hey, wil je nog een bakkie? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben Gerard. Gerard, je zoon. Weet je wel, mijn broer? Oh. Gerard is gelukkig getrouwd met Leni. Hij houdt samen met zijn vrienden van een goed borreltje, lekkere biertjes en hapje en een snapje. Het gaat niet zo goed met de zaak. Hij heeft een enorme belastingsschuld. Het loopt helemaal mis. Dan moet ze gaan verzinnen. Hoe gaan we dit oplossen? Goedemorgen, mevrouwtje. Wat kunnen we voor u betekenen? Nou, er brandt ineens een rood lichtje en ik weet niet wat er is. Nou, misschien moet je dan aan het werk. Leo is één van de mannen die in de garage werkt. Hij kan mensen goed uitschelden, maar heeft wel een heel klein hartje. Heb je chromosoompje te veel? Trek gij. En Leo heeft een vriendinnetje opgeduikeld. Een prostitueetje. Die heeft hij in huis genomen. Waar werkte jij dan precies voor? Ja, een soort van bedrijf, maar ik heb ook nog in een paar films gespeeld. Zo, netjes. Ja. Nou, echt netjes was het niet hoor. Nou, ik ben Georgina Verbaan en mijn hobby's. Ik speel de rol van Anita. Ik heb daarvoor ook films gedaan. Zo, netjes. Ja. Het is wel een beetje jammer, want ik kan het nou niet meer doen, want ik raakte zwanger. Hè, en dan kennen ze niet meer met de vuist. Dit is wat Anita draagt. Ik ben ook heel blij mee. En Anita heeft een zoontje. Ze woont samen met Leo. Die zorgt voor haar en heeft haar eigenlijk een beetje uit... Ja, van de keile weg geplukt. Mooi van Leo, hè? Leo en Gerard werken samen met Nico en Kees, die zo hun eigen problemen hebben. Zondag is de dag des Heren. Dan zit jij in de kerk. Naast mij. Kees heeft het moeilijk. Behalve als hij in de garage met zijn vrienden is. Ik heb misschien iets lenen bij de bank of zo. Nee, dat moet je niet doen, heer. Nico is in de groep van de mannen degene die eigenlijk op zoek is naar harmonie. Die houdt niet zo van ruzie en Nico probeert het altijd een beetje te lijmen. Het is niet alleen Gerards probleem, maar we gaan dit samen oplossen. Sorry, we zaten in de verkeerde lift. De rol van buurvrouw Nel is weggelegd voor de van oorsprong Rotterdamse Annette Malherbe. Ik vind het heel leuk. Ik heb nog helemaal nooit iets Rotterdams gedaan. Dus daarom wilde ik zo graag meedoen. Eindelijk een keer mijn Rotterdamse accent kwijt kan. Wie is dat? Dat is Nel, je buurvrouw. Hier van de buren, van nummer 40. Samen met Herman. Nel en Herman. Zijn jij nou vruchten, Nel? Nou, ik weet niet. Ze hebben een fruitschuitje en geeft Joop maar een orens. De eveneens Rotterdamse Loes Luca speelt de zus van Gerard. Hanny is niet een bepaald intellectueel, zeg maar. Ze is ook niet heel dom. Ze is gewoon. Het is een gewoon meisje uit het volk. Maar hij is jarig. Dat heb ik nou al 10 keer gezegd, maar ja, ze hebben het besef niet meer. Nee, ja. Morgen. En hebben we het erin? En dan is er nog de Egyptische Yusuf, die de strenge trainer wordt van de A-sportieve mannen. Vanaf vandaag geen taart, bier en sigaretjes meer. Wordt getraind. Ik ben Mimoun Al-Essa en ik speel de rol van Yusuf. Oké, komt ie. Nee, serieus. Ik speel de rol van Yusuf. Dat is een van de vijf. Voor het geld. Nee, voor het geld hoef je niet te doen. Waarom ik meedoe aan de film? Ik zeg, nou, voor het geld hoef je niet te doen. Brommetje meenemen. Ja, hallo. Ik speel Yusuf. De apparatuur wordt gejat. Wij lopen de marathon om de garage te redden. De garage zit niet. We lopen de marathon. Omdat. Dit is echt heel erg. We lopen de marathon. Ik zal in godsnaam proberen iets serieus te vertellen over mijn rol. Je hebt gekeken naar de sneak preview van de nieuwe bioscoopfilm De Marathon. Volgende week opnieuw een exclusief kijkje achter de schermen. Tot dan!